Het aantal reizigers dat gebruik maakt van station Heijendaal groeit sterk. Vooral studenten van de universiteit, hogeschool en Radboud UMC maken gebruik van het station. Dagelijks krijgt het 15.000 reizigers te verwerken. En er staan dag in dag uit rijen en er is te weinig plaats voor fietsen. Dus is het station toe aan een opknapbeurt. Er komt onder andere een nieuwe brug, meer groen en een grotere fietsenstalling. Voor het ontwerp is ook de input van buurtbewoners en trein- en busvervoerders gebruikt.